Goedemiddag. Dit is Mystère en mijn naam is Luc Sala. En u kijkt naar mevrouw Ozetok van GroenLinks tijdens het kabeldebat. Mevrouw Ozetok overigens, die het heel goed gedaan heeft, die als een van de weinigen begrepen heeft waarover werkelijk onderhandeld werd en die, denken we ook, er mede voor gezorgd heeft dat GroenLinks uit het college is gevallen, tenminste bij deze stemming dus. Zij heeft begrepen wat hier aan de hand was. Zij heeft als oud vakbonds onderhandelaar begrepen waar het wezenlijk om ging en haar fractie er daarvan kunnen overtuigen. Dat is heel belangrijk, want degene die naast haar zat, mevrouw Sweet bijvoorbeeld van de PvdA, heeft dat duidelijk niet begrepen. Die heeft de belangen van de burger maar laten lopen. Ze noemde dat nadere inzichten, want de PvdA had vorig jaar in september nog gezegd een kleine verhoging, en dat ging toen om een vrij gering bedrag van 75 cent, niet te willen. 2 gulden kon zeker niet. En nu dus een verhoging van 3,40 gulden, maar eigenlijk nog 30 cent prijsverhoging. Want dat wil ik nog wel even zeggen. De prijsverhogingen die in het contract zijn, de stap van 20,50 gulden naar 21,95 gulden in het jaar 2001, komt neer op 7% prijsindexering. En dat is toch nog wel erg fors als u naar uw loonstrookje heeft gekeken en ziet wat u per jaar meer krijgt. Maar goed, laten we eens gaan kijken wat er nu werkelijk van belang is geweest bij deze deal rond het A2000-contract. U weet het, er is door de gemeenteraad met D66, VVD en PvdA voor beslist dat de deal doorgaat. En er is ook beslist dat er geen referendum komt met alleen de VVD en de PvdA voor en met Auke Bijlsma van de PvdA die zich onthield van stemming. Laten we eens kijken welke belangen er spelen. Nou, een van de harde feiten die nog niet naar buiten zijn gekomen is dat AT5 nogal een belang had bij dit debat. AT5 dat dan ook in alle talen zweeg over het referenduminitiatief. Nou, heb ik gezorgd dat er op AT5 wel reclame was waarin dat woord gebruikt werd. Maar u zult gezien hebben dat het in de verslaggeving, in het nieuws, niet 1 keer genoemd werd. Zelfs niet toen deze week uren gepraat is over dat referendum. Nu, deze week op woensdag bleek dat het erg belangrijk was. Dat de deal er eigenlijk van afhing. Dat een referendum de deal geblokkeerd zou hebben. Dat alle partijen zich zeer breed hebben uitgesproken over dat referenduminitiatief. Er zijn persberichten over geweest van BMW. Er zijn verklaringen geweest. Alle kranten hebben erover geschreven. Maar AT5 heeft het woord referendum niet in de mond gehad. Maar dat is niet zo vreemd, want AT5 heeft een belang bij deze deal. Namelijk, in de voorgestelde wijzigingen blijft AT5 voor de decoder. Nou, en alle andere lastige commerciële concurrenten, waaronder Mystère, maar ook RTL5, RTL4, Net5, gaan rustig achter de decoder. Dat is tenminste het idee. Of dat gebeurt, zullen we nog zien. Maar dat was de bedoeling van deze contractwijziging. Ja, en dan blijft AT5 dus lekker voor die decoder. Nou, gaan we weer even naar de feiten. De feiten zijn dat als die decoder er komt, dat is dus begin volgend jaar, kunt u als armlastige burger nog kiezen voor de minimumoptie. De armeluisoptie. 15 kanalen voor 15 gulden. Dat is nog 1 gulden 92 goedkoper dan een paar weken geleden. 1 gulden 52 goedkoper dan u nu betaalt. Want er is een kleine wijziging geweest vanwege die 75 cent. Dus het scheelt u 1,50. En daarvan krijgt u dan wel 15 kanalen. Nou ja, 15 kanalen. Dat zijn alleen maar publieke zenders. Dat zijn Nederland 1, 2 en 3. Dat zijn België. Dat zijn misschien een West-Duitse zender. Misschien een Engelse zender. Een Franse zender. Een Italiaanse zender. Een Tsjechische zender. Misschien nog Denemarken 2. Wie weet het. En dat zijn Salto 1 en 2 en AT5. Wat een prachtige positie. Want AT5 is niet een omroep. AT5 is een commercieel bedrijf. Is een dochter van Perscombinatie. Een 100% dochter. Een armlastige dochter, want de gemeente moet ieder jaar miljoenen bijsteken. Heeft laatst nog naast de 2,5 miljoen die er al regulier naar
AT5 vloeit, nog 1,5 miljoen overbruggingssubsidie gegeven voor een regionale functie die er niet komt. Dus dat zwaar gesubsidieerde AT5, met naast die 4 miljoen dus ook nog miljoenen aan support. AT5 dat 73.000 gulden rekent voor een mediadebatje. Ja, dat AT5 is de concurrenten kwijt. Nou, zou je dan als AT5 gaan praten over een referendum, misschien de mensen wakker maken, misschien politieke partijen op gedachten brengen? Nee, natuurlijk niet. Daar zwijg je over. Nu is dat erg jammer, want AT5 had toch wat regionale ambities. En door te zwijgen over het feit dat er dus wezenlijk oppositie was tegen deze deal, hebben ze ook de burgers in Purmerend en Zaandam en Amstelveen eigenlijk onthouden van dat nieuws. Was daar die 1,5 miljoen niet voor bedoeld om die regionale functie eens wat inhoud te geven? Nou, het is duidelijk, AT5 zag haar eigen belang. Een leuke opsteker voor PCM. AT5 blijft voor de decoder. In dat geval zou ik ook niet gesproken hebben over alternatieven, over referenda, over alles wat de deal in gevaar zou kunnen brengen. Dan zou ik ook niet zeggen dat de prijs eigenlijk naar 19,90 is omhoog gegaan. Maar dan zou ik inderdaad die 75 cent waar we gewoon als burger toch al recht hebben, er even aftrekken en dan praten over 18,77 gulden. Dat staat aardiger. En dan hou je een goede relatie met bijvoorbeeld de VVD, want die moeten volgend jaar de tekorten van AT5 wel weer gaan aanzuiveren. Op die manier, en dat weten we al heel lang, koopt BMW de loyaliteit van AT5. Ze kopen hun eigen propaganda. Dat hebben ze al eerder gedaan. Dat is gebleken bij de referenda die eerder zijn gehouden, zoals Eiburg. Waar de gemeente voor miljoenen en miljoenen opdrachten heeft gegeven, geadverteerd, via het grondbedrijf, producties heeft laten maken. Kortom, AT5 behoorlijk gestiekt heeft en voor wat hoort wat en I scratch your back and you scratch mine. Ja, wethouder Groen heeft dat begrepen. Hij heeft een prima relatie met de mensen van AT5. Maar laten we AT5 even vergeten. Laten we eens even overgaan, terwijl u kijkt naar de beelden van het debat. En we kunnen u dat nog wel eens een keer laten horen, maar het debat is over. We gaan nu even in op de dingen die verborgen zijn gebleven. We gaan in op de miljarden waar het werkelijk over ging. Want de echte zakkenvullers, dat zijn de aandeelhouders van UPC A2000. Die verdienden miljarden aan deze deal. Want wat gebeurde er? Sinds 22 maart, toen bekend werd dat er een deal zou komen, en dat was toen vrij onverwacht. Want een paar weken daarvoor had Jikkie van de Giessen wel gezegd, ja, er komt een deal aan. Maar goed, Jikkie van de Giessen heeft al meer gezegd. Zoals dat CNN zou terugkomen in januari. En nu komt CNN terug, maar wel ten koste van de burger. Dus daar geloofde niemand in. Maar goed, 22 maart was de koers van UPC iets van 31 gulden. En nu? Dat kunt u even in de krant nakijken. Op vrijdag was die 47,55 gulden. Hij is zelfs even nog wat hoger geweest. En we denken dat hij de komende dagen nog wel wat omhoog gaat. Wat betekent dat? Een koersverschil van 31 naar 47. We praten overigens over euro's, dus niet naar guldens. Maar het betekent in ieder geval 50% koerswinst. En als je dat even omslaat over 120 miljoen aandelen, rekent u even mee, 4 miljard gulden koerswinst. De aandeelhouders hebben dus tijdens het praten over dit nieuwe contract, en vooral de laatste dagen toen duidelijk werd dat het contract er zou komen, die koerswinst van de laatste dagen van 40 naar 47 euro was wel heel significant gerelateerd aan het tot stand komen van de deal. De speculanten, de aandeelhouders, de mensen die misschien wisten wat er ging gebeuren, hebben dus 4 miljard gulden koerswinst geïncasseerd. Dat is een waanzinnig groot bedrag. Dat is een schofterig groot bedrag. Dat is een bedrag wat je je niet kan voorstellen. Dat zijn 2 Noord-Zuidlijnen. De koerswinst als gevolg, als direct gevolg, want veel anders is er niet gebeurd. Behalve dat heel duidelijk is dat
kabelboeren, zoals A2000, door deze deal in de hele wereld meer kunnen gaan vragen. Maar veel meer dan deze deal is er niet gebeurd. En dan is er dus een koerswinst gemaakt van 4 miljard gulden in een paar weken tijd. Waarvan de laatste dagen dus een groot gedeelte. De laatste week, de laatste paar dagen van 40 naar 47. En dat is een paar miljard in een week. Dat is zo'n ongelooflijk groot bedrag dat je dus gaat afvragen. Wat hebben deze mensen die u hier in beeld ziet in die raadzaal eigenlijk zitten doen? Het ging helemaal niet om 3,40 gulden voor u. Het ging niet over een decodertje. Het ging dus over iets waar de beurs, de investeerders, de speculanten, het grootkapitaal 4 miljoen gulden waardering voor over had. Sorry, 4 miljard. Reken dat even om over die 500.000 Amsterdammers die abonnee zijn. En dat is 8.000 gulden per Amsterdammer. Dat is dus het bedrag dat die beslissing van de PvdA, want laten we er heel eerlijk in zijn, de VVD zou altijd voor zo'n deal gestemd hebben. Die willen graag het kapitaal steunen. Daar staan ze ook voor. Maar de PvdA die zegt op te komen voor de belangen van de armen. U zag daar links overigens heer Piers, maar daar komen we nog even op terug. Die loopt hier voorbij. Die maakte de PvdA, heeft die speculanten dus 4 miljard rijker gemaakt. Nou, dan kunt u zich mevrouw Sweet herinneren die zei, oh, 2 gulden verhoging, dat is te veel. Vorig jaar september. En nu daar makkelijk overheen stapte. 3,40 is ook goed. En een tientje volgend jaar met de decoder. Ach, u krijgt toch meer keuze. Ja, u krijgt CNN erbij. U krijgt MTV erbij. En de rest weten we eigenlijk niet. Ja, een natuurzender, maar niet degene die u wilt. Ja, ze was gebeld door ouderen, zei mevrouw Sweet. En die wilden een beter pakket. Nou, de ouderen die bij ons geweest zijn, zoals van de AMBO, de insprekers, de mensen die zich daar druk over gemaakt hebben, dat waren er heel veel, hebben allemaal gezegd dat het om het geld ging. Niemand wilde CNN, so what? Wat mensen in de binnenstad misschien. En ja, we willen best CNN. En daar hebben we misschien als Amsterdammer best wel 725.000 gulden voor over. Maar 725.000 gulden is per Amsterdammer 1 gulden 15 per jaar. Dat is een dubbeltje per maand. Nu kost dat 3,40. Maar dat soort overwegingen legde mevrouw Sweet al naast zich neer. De overweging dat ze de speculanten 4 miljard rijker maakte. Dat de koers van UPC omhoog schoot. Dat vond mevrouw Sweet niet interessant. Of juist wel. Want als we dus praten over een deal waarbij deze mensen aan de tafel, u ziet rechtsboven de heer Piersma zitten. En de heer Halbersma ergens in het midden hiervoor. De heer Piersma stapte bij de discussie over de deal de zaal uit. Toen er gestemd moet worden, liep hij even weg. Hij deed niet mee. Hij kondigde dat niet aan, zoals Auke Bijlsma later wel. Ja, maar de heer Piersma is ook voorzitter van de VPRO. En dus er is de schijn van belangenverstrengeling. Dus hij stemde niet mee. Daar laat hij zich altijd op voorstaan, ook in de commissie. En daarom laat hij mevrouw Sweet, het zwarte vrouwtje uit de Bijlmer, dat zo nodig in de politiek moest, en zich nu als excuustruus voor een deal heeft laten spannen waar het dus om 4 miljard ging. En dat heeft ze echt niet begrepen. Maar haar collega in de fractie, Halbertsma, die wist dat heel goed. Want werkte hij niet bij Mees Pierson? Werkte hij niet bij de bankier die UPC 6-7 weken geleden naar de beurs heeft gebracht? Ook al een deal van 7,5 miljard. In hoeverre is Mees Pierson de bank die dus grote belangen moet hebben? Dat heet de posities, soortposities of wat dan ook. Posities moet hebben in UPC. Hoeveel heeft hij verdiend aan deze enorme koerssprong? Een koerssprong overigens die door geen van de kanten is opgemerkt. Van 31 gulden naar 47 gulden heeft niemand gezien. Daar staat, lees het nog maar even na aan de kanten van de laatste dagen, nergens een verhaal van hoe is dit nou mogelijk? Is dat omdat de journalisten ook allemaal
Ik zal het maar niet zeggen. Maar ik zou wel eens willen weten wat de belangen waren van Mees Pierson. Ze hebben, heel correct, tegen Halbertsma gezegd dat hij zich buiten de discussie moest houden. Maar hij moest zich dan maar voegen bij wat de fractievoorzitter, mevrouw Bea Ierik, hem zou zeggen. Ja, dat is heel verstandig van de bank. Maar het betekent niet dat ze geen belang hadden en dat er dus de schijn van belangenverstrengeling is. Want, nogmaals, het gaat om 4 miljard koerswinst. In de tijd dat er over het contact is gesproken. Een waanzinnig groot bedrag. Waar die 3,40 van u per maand bijna niet valt. En dat is natuurlijk om zo. Omdat de speculanten best wel weten dat het veel meer wordt dan 3,40. U gaat een tientje betalen. U gaat niet alleen een internetdoosje krijgen. Maar dan moet je ook een internetabonnement hebben. Dat kost nu 69 gulden. Dat is 800 gulden per jaar. Dus als u mee wilt doen aan die digitale snelweg waar mevrouw Sweet van de PvdA zo voor was. Dit is nu een stap naar de digitale snelweg voor iedereen. Voor de minvermogende, voor de bejaarde, iedereen. Ja, dan moet u wel even een abonnement nemen van 800 gulden. En misschien is dat het waarom die speculanten dachten. Nou, 800 gulden per jaar, dat is toch ook een aardige winst. Daar zal UPC wel wat vetter van worden. En dan is dat het misschien waarom die speculanten dachten. Nou, laten we maar eens wat aandeeltjes gaan kopen. En de koers hebben opgedreven naar 47 gulden. 4 miljard koerswinst. En terugkomend op de vraag. Hoe zat dat dan met de belangenverstrengeling? En bij Halbertsma is dat heel duidelijk. Wij vinden dat hij niet had mee mogen stemmen. Hij had gewoon er niet bij mogen zitten. Hij had gewoon weg moeten wezen bij de beraadslaging. En ik geloof dat hij daar zelf ook volledig van overtuigd was. Maar mevrouw Bea Ierik heeft er wel mee laten stemmen. Piersma mocht weg bij de vraag over de deal. Want de stemmen waren geteld, dat kon nog wel. En Auke Bijlsma mocht weg toen het over referendum ging. Maar Halbertsma en Piersma bleven zitten. En die stemming over het referendum, 23 tegen 21, zou 21 tegen 21 geworden zijn. En daarmee zou de zaak tenminste 1 raadszitting over moeten geslagen, pas weer in mei aan de orde zijn gekomen. Dat kon niet. Dan zou wethouder van de A gezichtsverlies, dan zou de PvdA en de VVD deze deal niet kunnen doordrikken. Maar waarom niet? Zou dan de 4 miljard koerswinst in gevaar komen? En hier komt een hele belangrijke vraag aan de orde. Want als al duidelijk is dat binnen de PvdA de partij die hier dus de meest cruciale positie had, in het midden, maar dus naar links of naar rechts, waarvan we weten dat er binnen de partij enorme discussies zijn geweest over bijvoorbeeld die referendabiliteit, waar we u beelden kunnen laten zien dat Piersma vorige week op 7 april zei dat dat argument van de referendabiliteit en de spoedeisendheid in dat kader onvoldoende was. Dat hij die spoedeisendheid wel wat meer onderbouwd wilde zien. Nou, dat heeft Van der A gedaan. Het kwam er dan op neer dat als er een groot contract aan de orde is, er altijd sprake van spoedeisendheid. Dus vergeet referenda maar over grote contracten. Nou, misschien geen referendum. Maar ik stel me nu toch maar de vraag. Hoe zit het? Wie verdiende hier eigenlijk wat aan? Het gaat om miljarden. Dat hebben we uitgelegd. Op basis van de koerssprong om 4 miljard. Dat zijn zulke belangen dat wij wel eens weten. Wie had nog meer belangen bij deze deal? Wie kan met het hand op het hart verklaren dat hij zelf, direct of indirect, dus ook niet via vrienden, ook niet via tips en anderen, niets verdiend hebben aan deze deal? Welke raadsleden hebben of hadden aandelen in UPC? Hun vrouwen, hun vrienden, de mensen die ze in het café gesproken hebben. En de journalisten. Want het was, we zeiden al eerder, toch wel vreemd dat bepaalde media helemaal niks reporteerden over een referendum, hoewel dat zo belangrijk bleek te zijn. Als iemand direct of indirect betrokken was bij aandelen in UPC, en dat is dus de moedermaatschappij van A2000, hebben die mensen dus mogelijk 50% verdiend aan voorkennis. En dat is strafbaar en dat is een zeer ernstige zaak. En omdat het om zo'n groot bedrag gaat, vraag ik me af, welke fractie heeft nou de moed om te zeggen, onze mensen hebben dat niet gedaan? En ik denk dat de partijen die tegen de deal gestemd hebben, dat wel durven.
dat die schriftelijk durven te verklaren en laten verklaren door hun leden dat niemand in hun fractie direct of indirect belangen had in A2000 of UPC. Voor de PvdA wordt dat moeilijker, want het is duidelijk. Halbersma werkte bij de bank die daar belangen in heeft. Maar je zou kunnen zeggen, hij heeft dat heel eerlijk gespeeld, hij heeft dat gezegd, hij heeft dat ook tegen ons gezegd, hij heeft daar geen geheim van gemaakt. Hij heeft alleen gezegd, ik heb het oordeel over wat ik moet doen in handen gelegd van de fractievoorzitter. Dat is Beer Ierik en die heeft gezegd, je moet meestemmen. En dus heeft hij meegestemd en ook Piersma als voorzitter van de VPRO, die ook een duidelijk voordeel zou kunnen hebben bij het feit dat de VPRO en daarmee de nationale publieke omroepen voor de decoder blijven. Nou, maar wie was er nog meer? Wie durft dat te verklaren? Het is van belang dat het boven water komt. En als de fracties dat niet durven, ach, misschien zijn er wel burgers die in de kroeg wat hebben opgevangen. Want als mensen geld verdienen en 50% winst op aandelen kan heel aardig aantikken, dan wordt er wel eens een nieuwe auto gekocht, dan wordt er wel eens een nieuw huis gekocht, dan verspreekt men zich wel eens. Heeft u iets gehoord? Misschien interessant. Misschien moet u maar eens een briefje sturen naar de beurscommissie. Dokters van Leeuwen is daar nu de baas. We denken een integere man. Want als er sprake is van voorkennis, als er sprake is van raadsleden die zich direct of via anderen verrijkt hebben, als er sprake zou zijn van journalisten die deze deal op een bepaalde manier hebben gemanipuleerd en daar verdiend hebben. En om daar even duidelijk in te zijn, ik heb sinds mijn studententijd, toen was ik geloof ik 18, nooit in aandelen gespeculeerd. Ik ben journalist. Mijn naam is overigens Luc Sala, als u dat nog niet begrepen had. Ik ben van Mystère. Ik ben journalist. Ik heb geen aandelen. Ik speculeer niet, want ik vind dat dat zich niet verdraagt met mijn vak. Ik vind dat dat zich ook niet verdraagt met het vak van raadslid. Dat blijkt maar weer. Maar goed, misschien heeft u wat gehoord. En ik zou zeggen, als u de gedachte zou hebben dat ik in UPC gespeculeerd heb, belt u dan onmiddellijk de politie. Want dan zit ik hier onzin te verklaren. Maar dat is makkelijk te bewijzen, want mijn bank is ABN AMRO. Vraagt u het ze maar. Ik mag er iedere medewerker van ABN AMRO en de directie om alles over mij te vertellen wat u zou willen weten. Maar ik stel wel dezelfde vraag aan de raadsleden. Een deal waar door speculanten 4 miljard aan is verdiend, daar mogen we wel heel duidelijk in zijn. Daar mogen we wel eens een enquête over houden. Daar mogen we wel eens heel diep gaan graven. Want hier is een miljardendeal gemaakt. En de PvdA heeft al heel duidelijk de schijn van belangenverstrengeling op zich geladen. Maar hoe zit het met anderen? Hoe zit het met de VVD? Want iedere stem telt hier. En als duidelijk zou worden dat bijvoorbeeld er mensen hierin gespeculeerd hebben, dan denk ik dat de hele zaak moet worden teruggedraaid. Dan praten we over belangenverstrengeling, maar ook over voorkennis. En dat is strafbaar. We zeiden het al eerder. Dit verhaal over belangenverstrengeling is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Want bij de stemming over de deal stapte Piersma van de PvdA al weg. Want, ja, dat zegt hij altijd. Ik kan me over media, ik weet er wel veel van, want hij is tenslotte voorzitter van de VPRO. Maar ik wil me daar niet als woordvoerder opwerpen. Dat moet mevrouw Sweet maar doen. Arme mevrouw Sweet. Ze heeft zo de best gedaan. Ze begrijpt er niet veel van. Iedere dag een ander argument aangereikt krijgen van A2000. De ene dag de oudjes. De andere dag de digitale snelweg. Echt veel heeft ze er niet van begrepen. Ze heeft zich laten gebruiken. Als een excuustruus. Daar wordt ze vreselijk kwaad over als ik zeg. Maar dat is een beetje wat we al de laatste jaren in de PvdA zien. Mensen, allochtone mensen worden gebruikt om de macht van de PvdA, de witte macht van de PvdA, die absoluut geen zwarte mensen, geen gekleurde mensen als wethouders wil hebben, om de witte macht van de PvdA, die dus berust bij onder andere wethouder van de A, door te drukken. Dan neem je gewoon zwarte mensen zoals mevrouw Sweet, ambitieus, misschien niet al te goed ingevoerd op dit onderwerp. Dat komt handig uit. Dan kun je ze makkelijk beïnvloeden. Je stuurt ze een morgentje naar A2000 toe en dan hebben ze wel wat argumenten. Als je het zo doet, gebruik je en misbruik je dus de zwarte mensen en misleid je de burger. Kiezersbedrog.
En het is toch niet te rijmen met de uitgangspunten van de PvdA dat de belangen van de zwakken in de samenleving hier worden beschermd op deze deal. Als je dan weet dat de speculanten er 4 miljard aan verdiend hebben. En dat was dus duidelijk. Piersma stemde met de deal niet mee, maar als hij met het referendum ook niet meegestemd had en zijn collega Halbosma, die dus voor Mees Pierson betrokken was bij UPC, naar de beurs brengen en die helemaal weg had moeten zijn, want er is de schijn van belangenbehartiging, dan was het 21 tegen 21 geworden. Dan was de deal in ieder geval tot mei uitgesteld. Hier is indringend en misschien zelfs justitieel onderzoek geboden. Het gaat om erg veel geld. Ik vind dat ieder raadslid een verklaring moet afleggen of hij al dan niet direct of indirect gespeculeerd heeft, belegd heeft in UPC. Want als dat niet boven water komt, hoe kan de burger met een zo ongunstige deal, die honderden miljoenen aan de burger kost en die dus de speculanten miljarden heeft opgeleverd, hoe kan die burgers anders geloven dat hier eerlijk spel is gespeeld? Want die burger, ja, die moet meer betalen, dat is duidelijk. Die gaat een tientje meer betalen voor een decoder en bijna hetzelfde aanbod. Tenzij die beslist dat hij voor 15 gulden maar 15 kanalen wil hebben met alleen maar publieke zenders. Dus geen Veronica, dus geen RTL 5, geen Net 5, geen SBS 6, geen RTL 4, geen Mystère. Geen BBC World, geen CNN. Nee, die burger die voor 15 gulden die paar kanaaltjes nog wil hebben, die is misschien goedkoper uit. Voor 1 gulden 55, minder dan hij nu betaalt, is hij zijn commerciële zenders kwijt. Het zijn de aandeelhouders die rijk worden aan deze deal. Niet rijk worden, rijk zijn geworden, want de aandelenkoers is gestegen naar 47 gulden. Vanaf 31 gulden, dat is 4 miljard meer. Wie is dan de winnaar van dit debat? Is dat de VVD en de PvdA? Nee, dat is de speculant. De politiek, moet ik zeggen, en met name de PvdA, heeft de burger verraden. Leuterkoek over dat er 6 kanalen bij komen. Er komen maar 5 kanalen bij waarvan er 2 onzeker zijn. Alleen CNN en MTV zijn zeker. De gevraagde Discovery komt er niet. Het kost 3,40 gulden. En dat wordt verbloemd door de 75 cent waar we recht op te hadden. In ieder geval op AT5 er alvast in te verwerken. Dan wordt er gesproken over de digitale snelweg. Nee, u krijgt geen internet. U krijgt een kastje waar u eventueel internet mee zou kunnen, maar dan moet u wel een abonnement nemen op internet. U krijgt geen e-mailadres, maar u heeft ook niets aan een e-mailadres als u geen internetabonnement heeft. En dat internetabonnement kost op dit moment 69 gulden. En zelfs al zou het 50 gulden gaan kosten of 30 gulden, dan is dat nog honderden en honderden gulden per jaar extra. Dat is goed nieuws voor de bejaarden. Dat is goed nieuws voor de laagst betaalde. Die gaan zeker die digitale snelweg op. Dat is goed nieuws voor de allochtonen die mevrouw Sweet zegt te verdedigen. Ze vergat het prijskaartje. En degene die dat wel realiseerde, degene die gingen rekenen, de speculant op de beurs, de mensen die in Amerika even hebben omgerekend wat dat per maand extra betekent voor UPC A2000... En ook realiseren dat dan in andere gebieden, want Amsterdam heeft hiermee de weg geopend voor eenzelfde deal overal elders. En ik ben blij dat de gemeentes Purmerend en Zaandam hier niet in meegaan. Maar die speculanten realiseerden zich dat. Hier wordt een deur opengetrapt die veel, veel geld betekent. En de koers schoot omhoog naar 47 gulden. En de speculanten pakten de winst. Tot dusver, en we zijn er nog niet, 4 miljard gulden. Dat zijn dus 2 Noord-Zuidlijnen. Dat gaf deze wethouder, mevrouw Jikki van de Giezen, op het eind van haar carrière als wethouder. En we geloven op het eind van haar politieke carrière weg. Een wethouder die zei, ik wil niet meer antwoorden op de vragen van de oppositie, want ik kan ze toch niet overtuigen. Als ik oppositie was, zou ik gewoon weggelopen zijn en opgestaan. Want als dat dan Democraten 66 zijn, dan noem ik dat dan ondemocraten 66. En deze wethouder is wel heel erg geweest. Maar de vraag die blijft is, wie heeft deze deal eigenlijk voorgekookt? Als u beseft dat Microsoft met 7,9% aandeel in UPC alleen al dat bedrijf 320 miljoen gulden rijker werd. In totaal ging het dus om 4 miljard. De stad is beroofd van dat bedrag. De stad is al 4 jaar geleden beroofd door
de huidige minister De Grave met deze deal. Frankie De Grave die zei dat hij een prachtige deal had. En heeft de domste deal gemaakt die Amsterdam ooit deed. Nu werd dat alleen nog maar erger gemaakt. Door Van der A, door Groen en door Jikkie van de Giezen. Die hebben deze deal gemaakt. Ze hebben het laten doen door Gilliamsen, een ambtenaar. Misschien een goede ambtenaar, maar geen goed ondernemer. Geen goede onderhandelaar. Dat is duidelijk. Want het resultaat is, de speculanten hebben 4 miljard verdiend aan de koerswinst op UPC. De stad is beroofd. De stad Amsterdam met 500.000 abonnees is in de ogen van de speculanten voor 4 miljard in het schip gegaan. Dat is de meerwaarde die de speculanten op basis van deze deal toekenden aan UPC. Dan mogen we de heren van A2000 en hopelijk zijn ze dan ook aandeelhouder wel feliciteren. Maar wij vragen ons af of hier geen sprake is van belangenverstrengeling. Bij zo'n groot bedrag, 4 miljard, wat is er tussen de wielen gevallen? En welke belangen hadden deze raadsleden bij deze deal? In de vorm van aandelen of anderszins? Ik zet daar vraagtekens bij. Net zoals vorige week door een rechter een veroordeling heeft plaatsgevonden op basis van een statistische analyse van de uitslag van een kaartspelletje, zou je hier kunnen zeggen, op basis van een statistische analyse van de uitslag in de zin van beurskoersen van deze deal, kun je afvragen hoe zuiver dit gegaan is. Het is wel een erg groot bedrag. 4 miljard gulden. 2 keer een Noord-Zuidlijn en niet betaald door de Amsterdammer, maar helemaal betaald. We hadden heel wat kunnen doen met dat geld. 4 miljard gulden. De stad is beroofd. En het is de PvdA die hier de schijn van belangenverstrengeling op zich laat. Het is de hele raad die zich hiervoor eigenlijk moet verantwoorden. Ieder fractielid, ieder gemeenteraadslid, inclusief de mensen op het stadhuis die de deal hebben gemaakt, de ambtenaren, zouden een verklaring moeten tekenen dat ze geen aandelen hadden. En als ze die wel hadden, dan hadden ze zich moeten terugtrekken. En dat heeft, behalve Auke Bijlsma en de heer Piersma, die dat heel stiekemtjes even deed, niemand gedaan. De heer Halbersma heeft het overgelaten aan zijn fractieleider, mevrouw Bea Ierik. Die heeft beslist dat hij mee moest stemmen. Zij is dus verantwoordelijk. De stad is beroofd voor 4 miljard. Een treurige zaak. En er is weinig aan te doen. Ik heb een beroep ingesteld tegen de afwijzing, tegen het argument van de spoedeisendheid voor de afwijzing van een referendabiliteit van deze beslissing. Misschien dat de rechter me daar gelijk in gaat geven, maar voorlopig kan ik niet anders zeggen. De stad is beroofd. In eerste instantie is het kabelnet onterecht verkocht. Ik heb toen geprobeerd dat tegen te houden. Nu praat ik over de stad is beroofd. 4 miljard. Aan u de keus. Doet er wat aan. Schrijf een brief. Vraag uw partij. Stel dezelfde eis. Fractiemensen, raadsleden, ambtenaren moeten zich verantwoorden. 4 miljard is te veel. Statistisch gezien klopt dat niet. U als burger gaat het schip in. Omdat de deal te goed was of omdat er iets anders fout zit. Maar dit kan niet. U hoort van ons. Zeggen mevrouw Van Oudenalle dat ik het niet helemaal begrijp, maar dat kan ook gewoon volstrekt aan mij liggen. Er zijn op dit moment in Nederland al een stuk of tientallen duizenden decoders. En die kan je gewoon kopen. Ik heb er zelf één. En dat betekent dus dat die kan ik ook kopen zonder dat daar Europese standaards voor zijn. Ik heb gewoon een schotel met een decoder en daar kan je PTV en de hele mikmak met keuzevrijheid en een doorgiftepakket, toevallig daar waar ik die schotel heb, van vrije doorgifte van iets van 13 kanalen en voor de rest moet ik betalen. En dat kan je gewoon zo regelen. Per interruptie, u zegt dus wat ik nu net heb gezegd, dat er nog geen dat er al een Europese standaardnorm is. En bij mijn weten hebben wij geen Europese standaardnorm. En als de duiken die. Maar waarvoor? Voor de datadoorgifte.
En dit is een detailistische vraag. Ik bedoel... Nee, maar wat voor data? Nou, als het dadelijk radio en tv-doorgifte komt en die daar is een Europese... Ja, we gaan nu niet alle missers van de wethouder nog een keer opdissen. Maar hoort u dit? Jikke van de Giezen zegt, ja, maar ik heb toch een decoder. Die kun je gewoon vrijkopen. Ja, dat is een decoder voor een satelliet of voor een filmnet. Dat is een beperkte decoder en daar moet je voor betalen. Heel veel voor betalen. Maar de decoder die we nu krijgen is exclusief voor A2000. Die Europese standaard waarover gesproken wordt, de DVB, die volgen ze niet. De keuze voor de standaard die A2000 gaat zetten en die dus alleen voor Amsterdam geldt en die dus bijvoorbeeld ook niet in de vorm van een insteekkaartje in een PC kan worden gerealiseerd, die is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval draait het, en dat heeft mevrouw van der Houwen al heel correct gezegd, het gaat om de doorgifte van data. En die wil A2000 liefst zo exclusief mogelijk houden, zodat u ook en vooral zeker geen andere internetprovider kunt nemen. Want die 69 gulden, dat is toch wel een hele vette buit per maand. U kunt internetten voor 19 gulden via de telefoon, maar via het kabelnet betaalt u 69 gulden. Nou, daar zit nog wel trek in. En het is duidelijk dat daarom die decoder exclusief moet zijn. Er komt zeker geen open decoder. Dat staat niet in het contract. U zit vast aan A2000. Ja, en u mag hem teruggeven. En misschien gaat u dat ook nog wel doen ook. Maar wat deze wethouder hier weer vertelde, is appels en peren. De decoder van een satelliet, de decoder van Filmnet, is heel wat anders dan de decoder waar we nu over praten. Dat zal nog wel duidelijk worden. Die is wel afwijkend van de Amerikaanse norm. Ik herhaal mijn woorden. En voor maar dat betekent toch. Maar wat u nou in feite zegt is dat er is geen Europese norm en dan kan je niks doorgeven. Maar dat betekent dat je zelfs de huidige radio- en televisiesignalen niet zou kunnen doorgeven. Dat zeg ik niet. En als nee, maar dat impliceert het wel. Nee. Ja. Nu het vervelende is, dan moet ik even bij mijn technische man vragen. Want u stelt mij nu een vraag, terwijl ik denk dat het duidelijk is. U zegt, ik begrijp het niet. Dan zeg ik, ik wil het wel vertalen, maar dan moet ik een minuut schorsing aanvragen. En dan kan ik de vraag weer bij u terugbrengen. Nou ja, laat ik maar even die technische man spelen. Nee, kijk, mevrouw de wethouder, die decode die u heeft is gemaakt door Filmnet via een al bestaande standaard. Daar kunt u dus allerlei dingen op doorgeven. Maar is eigenlijk bedoeld voor Kanaal Plus, Filmnet of wat A2000 aanbiedt. Dat werkt. Dat moet u ook niet ontkennen dat dat nu werkt. Dat ontkent niemand. Het gaat om de nieuwe generatie decoders, digitale decoders. Daar is wel een Europese DVB-standaard. Maar het gedeelte over de datadoorgifte is een beetje onzeker. Er is een Eurobox met een soort oplossing daarvoor, maar die wil A2000 niet kiezen. Dus wat de wethouder hier weer doet, is haar onkunde verbloemen en zeggen, zoals altijd, van u weet niet waar u over praat. Degene die niet weet waar ze over praat, is in dit geval heel duidelijk Jikkie van de Giezen. En dat is doorgedrongen in de hele deal. En we herhalen nog maar eens, een deal die de stad dus 4 miljard gulden heeft gekost, want dat is wat de speculanten eraan verdiend hebben. Als dit kabelnet dus nog van Amsterdam zou zijn geweest, zou in theorie Amsterdam nu dus 4 miljard meer hebben gehad. Dan zouden de burgers als eigenaar van dat kabelnet dus die 4 miljard hebben verdiend. Dat is toch even iets om over na te denken. Nou, dan laten we nog een heel klein stukje horen, want helemaal uw zaterdagmiddag verpesten met deze zeer trieste deal willen we niet. We laten u nog even horen wat mevrouw Alberts vraagt over de wezenlijke functie van de decoder. En ik denk dat ze dat goed begrepen heeft. Die decoder staat er niet voor de televisie, voor die 32 kanalen. Want dat had ook nog anders opgelost kunnen worden. Die staat er voor de telecomfaciliteiten. Dat internet, andere diensten. Dat zou heel leuk voor de burger zijn. Maar als u nu weet dat die telecomdiensten, telefonie dus en internet. Internet kost met 69 gulden. En dan heb je zelfs nog maar een beperkte bandbreedte, een beperkt aantal megabytes per maand. Dus 800 gulden per jaar. En voor telefonie, dat weet u zelf ook wel, zit u zo over de 1000 gulden per jaar. Dus die telecom, daar gaat het om bij die decoder. En dat is ook de reden waarom de beurs het aandeel UPC van 31 naar 47 gulden euro heeft getild. Dat is de reden waarom de beurs 4 miljard meer waarde toekent aan het aandeel UPC. Want die decoder komt er en daarmee komt de telecomfunctie bij u binnen. De geldautomaat voor A2000 staat op uw televisie.
Luister maar even naar mevrouw Alberts en daarna stoppen we ermee. We zullen onze argumenten van eerder nog even laten zien. Maar we gaan even over naar wat andere, misschien wat vrolijke programma-onderdelen van Mister. Maar per interruptie nog een keertje. Nou doet u het weer. Want ik heb een vraag gesteld over financiering van telecomactiviteiten via de televisie. En dat is iets wat in de regeling niet mag. En ik krijg daar geen antwoord op. Ik wil u daar een antwoord op geven. U gaat ervan uit, omdat het niet mag, dat A2000 het doet. En ik ga ervan uit dat A2000 het niet doet. Maar dat maar het decoder, gremium wat daar uiteindelijk wordt, een oordeel over moet vellen, de Opta is en niet de gemeenteraad van Amsterdam. Die decoder waarover gesproken is, is vele, vele, vele malen belangrijker voor de telecommunicatie dan voor die televisie. Ik denk dat de motie. Mevrouw Alberts en mevrouw Van der Ries elkaar niet overtuigen. De motie, ja. Er ligt een motie van GroenLinks. Ja, in mijn optiek is die motie volstrekt overbodig. Omdat we in de raadscommissie met elkaar hebben afgesproken. College, bij de stappen van het mediadebat willen wij niet dat u een stap zet die niet van tevoren is voorgelegd. En waar wij de goedkeuring aan hebben gegeven met een goede onderbouwing. U weet verdomd goed dat er op dit moment 180.000 gulden is toegezegd. U weet ook dat er ongeveer 80 is uitgegeven. Dat betekent dat er nog een ton over is. Als daar geen voorstellen voor komen, ja, dan worden die natuurlijk niet aan iets uitgegeven. Dat valt gewoon terug zoals de gang van zaken. Als u ook weet dat de dekking de 2 ton van, vooral een gedeelte van de 2 ton van de commissie is. We hebben met elkaar afgesproken. Wat niet uitgegeven wordt, komt terug. Zou er meer bij moeten, dan moet ik met aanvullende dekkingsvoorstellen komen. Dus in die zin is dit allemaal geregeld. Ik heb u net ook nog horen zeggen, maar ik weet niet of ik dat heel goed heb begrepen. Zou het niet interessant zijn om het geld wat over is van het mediadebat te verwerken? He, zeg maar, laat ik het voor het gemak maar even doen. Die 80 tot 100.000 gulden in een tariefsverlaging. Dat zou dan eenmalig zijn. En dat zou dus op het aantal aansluitingen van 450.000 zou neerkomen op 2 tot 3 cent. En dat gedeeld door 12 maanden, dat lijkt me niet een zinvolle verlaging die partijen over de streep zou kunnen helpen daarbij. Ik sta voor het debat te sluiten.